Hallo, mijn naam is Afke de Vries en ik ben sinds 1 augustus vorig jaar werkzaam in het ICASIA als functionaris gegevensbescherming. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid en het beheer van al jullie persoonsgegevens binnen ICASIA. Persoonsgegevens binnen een ziekenhuis zijn natuurlijk vele gegevens die wij verzamelen. Zo hebben we persoonsgegevens zoals je naam, je adres, je BSN-nummer, maar we hebben natuurlijk ook gegevens over je gezondheid, je medische voorgeschiedenis, je medicatiegebruik, onderzoeken, uitslagen. Dat soort gegevens over je gezondheid zijn volgens de wet bijzondere persoonsgegevens. Het ICASIA ziekenhuis is wettelijk verplicht om jullie gegevens beveiligd te verwerken en op te slaan. Dit doen wij door alles wat wij doen te toetsen aan de hand van de wetgeving en gebruik te maken van beveiligde systemen in ons ziekenhuis. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet ziet strenger toe op hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens. Hebben jullie hier nu al vragen over? Stel ze gerust en mogelijk kunnen we deze de volgende keer behandelen.